De Britse media hebben het over een horroravond. Het stadion van Manchester United, Theatre of Dreams, wordt wel Theatre of Nightmares genoemd. Manchester United liep aan tegen een zepert. 0-3 tegen Newcastle United voor de League Cup. Terwijl ze vorig jaar notabene nog Newcastle versloegen in de finale. Het betekent dat Erik ten Hag, de coach, onder immense druk komt te staan daar. Ja, en de vraag is natuurlijk, hoe lang is hij daar nog? Staat hij daar nog aan het roer? Het antwoord weet Marcel van der Kraan, kenner van het Engels voetbal, die in de buurt bij Manchester is. Ja, Marcel, zeg het maar. Hoe lang heeft hij nog? Nou, ik denk dat Erik ten Hag er niet zo snel uit zal vliegen. Hij doet het natuurlijk niet goed. Wat er gisteravond is gebeurd, dat is eigenlijk onvermijdelijk als je dan ziet hoe de Engelse pers erop inhakt. Niet goed voor zijn eigen situatie. Maar, kijk even naar het grotere plaatje. Er is geen vervanger. De club zit in een hele moeilijke fase. De club wordt overgenomen door nieuwe eigenaren. Dat duurt maar. En het ontslag van Erik ten Hag kost heel veel geld. Hij verdient een miljoenen salaris, naar verluid zo'n 8 à 10 miljoen per jaar. En als je dan dat moet afkopen voor een paar jaar, ja, dan kost dat enorm veel geld. Ja, terwijl er nu even een bus langs rijdt bij jou, maar dat hoort bij het prachtige Britse plaatje daar. Ja, maar Marcel, ik heb veel wedstrijden ook mogen volgen. En het is gewoon een marteling, joh, om die duels te zien. Tegen Britse laagvliegers winnen ze dan ternauwernood. Champions League, Kopenhagen, oog door de naald, Galatasaray verloren. Uitglijder tegen Manchester City, echt afgedroogd en nu weer Newcastle. Ja, op een gegeven moment is het toch niet meer houdbaar? Nee, het is niet meer houdbaar aan één kant, maar aan de andere kant, wat gebeurt er als je een nieuwe coach ervoor zet? En daar praten de Engelse media ook over vandaag. Dat lees ik in alle kranten, ik hoor het om me heen. De journalisten die ik spreek, de supporters die je spreekt. Ja, wie dan? Kijk eventjes naar de lijst van trainers die we gehad hebben de afgelopen jaren. Mourinho, Louis van Gaal, Solskjaer, dat is nog een oude hero hier in Manchester. Omdat hij natuurlijk geweldige goals voor de club heeft gemaakt en heel veel heeft betekend. Maar niemand van al die mensen krijgt het voor elkaar om Manchester United uit het slot te trekken. Erik ten Hag heeft vorig jaar een heel goed begin gehad. Dat eerste jaar was echt wel prima onder de omstandigheden. En nu in het tweede jaar moet het verder. Maar het probleem is, je kan 200 miljoen uitgeven, maar dat doet Arsenal ook. Dat doet Newcastle ook. Dat doet Manchester City ook. Dus de concurrentie is echt enorm. Nou, dan mag je niet zo ver terugvallen als dat er nu gebeurt. Maar ik heb het idee, als ik Erik ten Hag gisteravond bij de wedstrijd hoorde praten, dat hij het idee heeft dat dit nog een tijdelijke situatie is. Hij ziet echt nog wel verbetering. Hij ziet dat het elftal nog wel kan verbeteren. Maar het zijn wel een paar pittige clubs nu, hè. Manchester City vorige week, ja, daar kan je van verliezen. Newcastle United, in het verleden kon je daar niet van verliezen. Maar nu, met de enorme investeringen van de Arabieren, kan dat wel. En ik denk dat Ten Hag er nog steeds brood in ziet. De indruk maakte hij ook. Hij was heel strijdbaar gisteravond. En hij heeft één ding duidelijk gemaakt aan de Engelse media. Hij zegt, jongens, ik heb het bij al mijn clubs moeilijk gehad in het begin. Maar ik heb het bij al mijn clubs recht kunnen trekken. Ja, maar aan de andere kant, Marcel, als je nu kijkt naar het materiaal. Hè? Anthony is dramatisch in vorm. Die had viel bij Manchester City alleen maar op door een doodschop die hij uitdeelde. Rashford draait een heel matig seizoen. Hoyland komt moeilijk tot scoren. Dus wat dat betreft is het wel de vraag van, ja, als er een ommekeer moet komen, hoe dan en door wie? Ja, ik denk dat het probleem veel groter is dan alleen het aanstellen van de nieuwe trainer. Manchester United heeft al een aantal jaren geen echte sportief directeur. Die heeft zelfs Brighton wel. Brighton draait natuurlijk geweldig al een paar jaar. Hè. Die hebben echt een filosofie in de club zitten. Newcastle United heeft een fantastische technisch directeur aangetrokken met Dan Ashworth. Dat soort mensen, die zitten niet bij Manchester United. Ten Hag heeft heel veel zelf moeten doen. Die heeft de hulp ingeroepen van Kees Vos, agent die hem heeft geholpen bij transfers. Namens SEG. En dat is logisch. Dat is ongeveer zijn enige vertrouwenspersoon die hij om zich heen heeft gehad in de afgelopen anderhalf jaar om dingen in orde te maken. Want bij de club is er geen kennis en er is geen ervaring op transfergebied. En Gary Neville zei toevallig deze ochtend ook, hij zei, kijk, wat er ontbreekt is een enorm voetbaldepartement. Een heel departement waar mensen zich bezighouden met alle zaken die goed moeten gaan bij de club, zodat Erik ten Hag zich alleen maar kan concentreren op het elftal, op de trainingen. Maar Erik ten Hag heeft de afgelopen
18 maanden eigenlijk alles op zijn nek moeten nemen. En dat is te veel. En ik denk dat daar ook een groot verschil in gemaakt kan worden als de club een man als Mark Overmars zou aantrekken. Ja, als je trouwens kijkt naar de reacties in de Britse media, aan de tabloids, hè, ja, haal er eens wat uit, want ja, die kunnen er wat van natuurlijk. Ja, kijk, de Sun voorop, de Daily Mail, dat zijn allemaal jongens die klaarstaan om de bottenbel te hanteren. En dat is ook vanmorgen natuurlijk gebeurd. Ik heb nu net de kranten niet meer paraat, maar het loog er natuurlijk niet om. En dan gaat het in de overtreffende trap en dat zien we altijd bij de Engelsen. En dat moet je ook een beetje met een korreltje zout nemen, want hier worden de kranten, of moeten de kranten bestaan van de losse verkopen en niet van hun trouwe abonnees. Dus ja, het moet wel shockeren. Ja, het is natuurlijk wel zo als je het hebt over de aankopen van Ten Hag. Nou ja, Amrabat is de laatste. Je hebt Casemiro natuurlijk gehad. Ja, Højlund onder andere, Onana. Dat het ook niet echt meezit als het gaat over de prestaties van al die aanwinsten. Nou, ik vind sommige aankopen vind ik echt onbegrijpelijk. Maar er zijn ook aankopen zoals Højlund. Dat is gewoon een toptalent die door Paris Saint-Germain begeerd door 20 grote clubs in Europa. Nou, dan is het knap als je die kan binnenhalen. Alleen die komt binnen in een elftal wat niet draait. Amrabat, daar heb ik meer moeite mee. Dat begrijp ik niet, zo'n aankoop. Kijk, Anthony die heeft het bij Ajax heel goed gedaan. Dus Ten Hag heeft willen leunen op jongens die in het verleden voor hem goed zijn geweest. En die zich in de Eredivisie hebben bewezen. Maar ja, Manchester United is een ander niveau. En hij moet echt de top van de top halen. En ja, dat kost weer nu enorm veel geld. Hij moet misschien wel weer 200 miljoen investeren. En dat ligt eraan of dat beschikbaar gesteld wordt. Ja, Marcel, hoe dan ook. De slechtste start in 61 jaar. Hè? Dat is natuurlijk wel voor de Manchester United fans die natuurlijk heroïsche resultaten gewend zijn in het verleden. Met Ferguson, Champions League winst, noem het maar. Nu ook die documentaire met Beckham en zo, is dit natuurlijk een gruwel. Ja, kijk, hij staat volgens mij sinds een uurtje bovenaan zelfs. De Engelse media en boekingskantoren die denken, of webkantoren, die denken dat Ten Hag de eerste is die nu gaat worden ontslagen. En dat zijn meestal geen goede tekenen. Vervelend is dat het in de meeste gevallen nog klopt ook, dat het zo gaat. De chop-chop-lijst. Het is de chop-chop-lijst, ja. Wie komt gaat er als eerste af in de Premier League. En het zijn natuurlijk landen waar eigenlijk heel veel mensen worden ontslagen. Het is een beetje een kerkhofval natuurlijk, Manchester United zelf, maar ook de Premier League en de Championship hier. Er is zoveel geld beschikbaar. Als het niet goed gaat, hup de trainer er maar uit. Maar je hebt de afgelopen 10 jaar al gezien, sinds Ferguson is gestopt, dat het geen enkele trainer lukt Manchester United uit dat dal te trekken. En ik denk dat Gary Neville een heel goed punt heeft door te zeggen van ja jongens, maak eerst het voetbalhuis in orde. Zorg dat er een departement komt met hele goede scouting, met hele goede mensen eromheen. Okay. Ik denk dat dat belangrijker is. Nou, we gaan het meemaken, Marcel. Dank daar vanuit een regenachtig Manchester. En bij ontwikkelingen spreken we je graag weer. Oké. Okay.